De 44-jarige Marvin Simpson is komen te overlijden op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, nadat hij gisteravond door zijn 34-jarige partner MR is neergeschoten. Dit gebeurde tijdens een kerstdiner met familie thuis bij het koppel De Hannaslust. De vrouw ging over tot de daad nadat ze foto's die haar partner van het diner had gemaakt aan het bekijken was. Nadat de vrouw werd ontwapend, is ze naar buiten gerend. Intussen is ze aangehouden. Minister Permanent Seudin van LVV heeft zich op de eerste kerstdag persoonlijk georiënteerd in verschillende gebieden in Nikeri, die reeds weken worden geteisterd door een rattenplaag. Overlast van dit knaagdier is reeds enige tijd bij het ministerie bekend. En op grond daarvan zijn er bekendmakingen uitgegaan over hoe deze plaag op verantwoorde manier te bestrijden. Ook zijn boeren opgeroepen zich aan te melden bij LVV-resortkantoren in het district om eventuele schade die door ratten is veroorzaakt te rapporteren. De Republiek Suriname en de Republiek Kaapverdië zijn op maandag 12 december 2022 formeel diplomatieke betrekking aangegaan op de permanente missie van Suriname bij de Verenigde Naties in New York. Kaapverdië is een bestaande uit een eilandengroep voor de westkust van het aangaan van diplomatieke betrekkingen is de eerste stap om de samenwerking tussen de volkeren van Suriname en Kaapverdië te bevorderen. Een eerste aanzet hiertoe is een gesprek tussen de respectieve ministers van Buitenlandse Zaken.